Welkom bij Via Maastricht. Sinds vorig weekend is er een nieuwe tijdelijke verkeerssituatie bij Geuzelt. Maar wat is er allemaal veranderd? Nou, we staan hier bij de uitgang van de N2 Oostbuist. Je ziet aan de rechterkant de Dijvunder. Daar hebben we nu het verkeer op van de N2 wat vanuit Luik richting het noorden rijdt. Hebben we nu op de Dijvunder aangesloten, zodat het verkeer al via deze nieuwe Dijvunder kan gaan rijden. Daarnaast hebben we hierboven de nieuwe toerit van de Terblijterweg in gebruik genomen, zodat dus het verkeer wat de snelweg oprijdt, eigenlijk de nieuwe toerit al gaat gebruiken. Heeft het verkeer zich snel aangepast aan de nieuwe tijdelijke situatie? In principe wel. Je ziet dat het verkeer rijdt in principe hartstikke goed. Alleen het is voor het verkeer heel erg wennen. Het verkeer wat vanaf de Noorderbrug komt, dat is altijd gewend geweest linksaf te slaan richting de A2, A79. Dat moet nu een stukje doorrijden en de nieuwe toerit pakken. Want zo gauw je nu daar linksaf slaat op de Geuzeltkruising, dan ga je eigenlijk spookrijden en dat wil je niet. Het verkeer wat vanaf de Geuzeltstadion komt, dat moet nu eerder rechtsaf slaan dan het altijd gewend is geweest. Dus ook voor hun is het even aanpassen. Waarom was het nodig om de verkeerssituatie aan te passen? We moeten een nieuwe tunnelbuis op de oude wegen aansluiten. Zouden we het doen, zouden de oude en nieuwe wegen elkaar gaan kruisen. Daarom hebben we nu een stuk van de oude A2 buiten verkeer genomen. We kunnen nu werkzaamheden verrichten om straks de tunnel op een eenvoudigere manier in gebruik te kunnen nemen. En hoe lang blijft deze situatie zo? Dit blijft tot de stapsgewijze in gebruikname van de tunnel. Nou, we werken op dit moment keihard eraan om de tunnel rondom de jaarwisseling open te krijgen. We zijn op dit moment alle testfases aan het doorlopen om in ieder geval alle installaties te testen. En we zijn nu nog volop bezig ook met het testen van de installaties in relatie met alle werkprocessen die we met Rijkswaterstaat en alle hulpdiensten hebben afgesproken. Nou, parallel aan alle testen zijn we natuurlijk ook nog gelijktijdig bezig met een openstellingsvergunning. Want ja, die moet ook nog op tijd afgegeven worden. En daarnaast hebben we nog te maken met alle weersomstandigheden die zeker eind van dit jaar natuurlijk wat minder gunstig worden. Voordat de tunnel straks stapsgewijs in gebruik genomen wordt, willen we u graag nog een keer uitnodigen op een bijzondere locatie. En dat is op zaterdag 29 en zondag 30 oktober bij Europaplein. Tijdens dit tunnelweekend kunt u dan voor de laatste keer een kijkje nemen. Wilt u hier meer informatie over? Ga dan naar a2maastricht.nl. Voor nu bedankt voor het kijken en heel graag tot volgende week.